Hallo beste vrienden, dat God jullie allen zegene. Ik zou graag willen dat jullie het volgende zouden begrijpen. De geest, het woord dat het verschil maakt in het leven van diegenen die het woord horen en het praktiseren. En niet in het leven van diegenen die het horen en het niet praktiseren. Maar wel in het leven van diegenen die het praktiseren en gehoorzamen. Diegenen die doen wat in het woord van God geschreven staat. Het is alsof deze persoon letterlijk doet wat God zegt. Alsof God met de persoon praat en zegt, doe dit. En de persoon doet het. Doe dat. En de persoon doet dat. Aangezien God geest is, verschijnt Hij niet op een fysieke wijze aan de persoon. Hij openbaart zich niet op een fysieke wijze aan niemand. Ook gebruikt hij geen profeten. Ondanks dat er wel profeten bestaan. Diegene die het woord van God onderwijst, die praat over wat er geschreven staat in het woord van God. Die persoon is als de echo van de stem van God. Door middel van het woord van God dat hij predikt. Dus wanneer wij het woord van God prediken, dan zijn we aan het profeteren. Vandaag de dag bestaat er geen profeet zoals hoe het was in het verleden, in de tijd van de Bijbel. In het verleden, ten tijde van de Bijbel, toen het schrift nog niet bestond. Het woord op schrift, toen dat nog niet bestond. Het woord werd pas geregistreerd, werd pas geschreven door de Joodse priesters, door de schriftgeleerden. En in die tijd konden alleen zij lezen en schrijven. Zij leerden het woord, zodat zij het konden opschrijven, de boodschap die God wilde. Mozes bijvoorbeeld, hij werd geleid om de eerste 5 boeken van de Bijbel te schrijven. Dus wanneer dit woord wordt gepredikt, dan is het God die aan het praten is door die persoon. Maar het is dat woord dat geschreven staat. Het is niet dat woord dat de persoon op dat moment verzint. A, jij daar, je dient te trouwen met A of B. En God zegt mij dat je niet moet reizen. Ah, dit is een leugen, dit is van de duivel. Dit type profeet is een leugenaar, een bedrieger. En hij wordt gebruikt door de geest van bedrog. En vele mensen, helaas, dat vele mensen die zelfs intelligent zijn, gehoor geven aan wat deze profeten te zeggen hebben. Want de profetie is het woord van God. Bijvoorbeeld, de Heer Jezus zei. De Heer Jezus zei het volgende. Wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? Wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? De Heer Jezus, hij vroeg dit. Dus Matthäus, hij schreef dit. Matthäus was een man die werd begeleid door de geest van God. Hij was een tollenaar, dus hij kon schrijven. Dus hij schreef, hij registreerde. Lucas, de dokter, die zich later ook bekeerde. En ook schreef over de komst van de Heer Jezus. Marcus schreef ook, en Johannes ook. Die Johannes liep met de Heer Jezus. En allen werden geleid door de Geest van God. Ze konden schrijven, dus ze schreven. Wanneer ik bijvoorbeeld het volgende zeg, de Heer Jezus zei, dat u de waarheid zal kennen en de waarheid zal u vrijmaken, dan ben ik aan het herhalen wat de Heer Jezus zei. Ik ben niet aan het praten over iets dat uit mijzelf komt. Ik ben niet iets aan het onderwijzen dat van mij persoonlijk komt. Dus ik zou graag willen dat u het volgende weet. Wat baat het een mens zijn
de gehele wereld te winnen en zijn eigen ziel te verliezen. Dus de Heer Jezus, hij toont door middel van dit woord dat er niets waardevollers bestaat. Er bestaat niets glorieuzers dan de ziel, dan de menselijke ziel. Dus u kunt zelfs arm zijn. U kunt iemand zijn waar niemand naar omkijkt. Maar u heeft een onberekenbare schat, een onberekenbare rijkdom. Net zoals ik heb. Het is de ziel. Dus alle mensen hebben deze rijkdom, deze immense schat in hun binnenste. En onze ziel is zo rijk, maar zo rijk is onze ziel, dat de Heer Jezus zelf, hij gaf zijn eigen ziel om onze ziel te redden. Hij betaalde de prijs door middel van zijn eigen ziel om onze ziel te redden. Dus wanneer ik dit zeg, dan ben ik simpelweg aan het profeteren wat geschreven staat. Ik ben het aan het herhalen. Want God, zoals hij geest is, praat hij door middel van zijn dienaren. Dus hij gebruikt mijn mond of de mond van zoveel andere pastors, zoveel andere mensen. Mensen die vol zijn van de Heilige Geest, die in staat zijn om zijn woord te prediken. Maar de duivel gebruikt ook mensen die de titel bekleden van pastoor, van profeet en et cetera, om de mensen te bedriegen. Ze spreken bepaalde waarheden, maar te midden van de waarheden bestaan er ook leugens. Zoals de duivel ook deed met de Heer Jezus. Hij gebruikte leugens te midden van de waarheid toen hij met de Heer Jezus sprak. Er staat geschreven, hij gebruikte de Psalm 91 op een verkeerde manier. Hij zei ongeveer wat daar geschreven staat. Een deel was waar, een deel was niet waar. Dus, beste vriend, schenk aandacht. De Heer Jezus zegt, wat baat het een mens de gehele wereld te winnen en zijn eigen ziel te verliezen? Met andere woorden zegt hij het volgende. Prioriteer uw ziel. Prioriteer uw behoudenis. Wat is noodzakelijk voor u om te geven, zodat u de behoudenis kan ontvangen van uw ziel? U dient uw ziel te geven. En uw ziel geven betekent uw hart geven. Uw hart op het altaar leggen. Het hart halen uit de zoon, de dochter, de man, de vrouw, de familie. Uw hart halen uit hetgeen waarin het zit. De rijkdommen van deze wereld, in uw reputatie. En u dient dit hart te plaatsen op het altaar. U dient het te onderwerpen op een onderdanige en nederige wijze. En daar zal de Heilige Geest dit hart, of beter gezegd deze ziel, gebruiken om met andere mensen te praten en om te getuigen over zijn zoon. Het is dat. Maar wanneer de persoon geen gehoor geeft aan de stem van God, die wij horen door de stem van zijn dienaren, dan is deze persoon overduidelijk niet aan het geloven. En het is zoals de Heer Jezus zelf zei tegen zijn discipelen. Ga heen in de gehele wereld en verkondig het evangelie aan de ganse schepping. Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld. Dat houdt in dat de ziel die niet gelooft, is al veroordeeld. Dus ik zal niet meer uitleggen, want wij blijven het uitleggen en we proberen de mensen te helpen. Maar het lijkt alsof hoe meer wij praten, hoe moeilijker het lijkt. Dus ik zal hier stoppen. Het is dit. Zorg voor uw ziel als uw oogappel. Zorgt u niet voor uw ogen, u die als vrouw zijnde. Zorgt u niet voor uw ogen, maakt u zich niet op. Gebruikt u niet dagelijks make-up. Dus schenk aandacht. Er is niets belangrijker in uw leven dan uw ziel. Zorg voor uw ziel. Zorg voor uw ziel als
uw oogappel en u zult zien dat alle andere dingen zullen u gegeven worden. God zegene u en tot morgen. Amen.